Dat geloof je niet. Nee. Ik wil het niet geloven. Ik wil niet geloven. Ik doe het. Ik doe het. Ik heb schijt. Ik heb mijn schijt aan. Ik doe wat ik zelf wil. Right, wat doe je zo de laatste tijd? Ja, een beetje trainen doe ik veel. Ik doe wel veel trainen eigenlijk. Ja, ik zag dat je een beetje bent afgevallen. Ja, weet je wel. Ja, hè? Ja, maar ik doe wel één keer in de week, geniet ik ook wel, hè? Ja. Ik doe gewoon, ga ik lekker drinken en zo. Maar de rest van de week dan let ik wel op wat ik eet. Geen frikandellen en zo. Nee. En dan doe ik veel sporten. Krachttraining, veel kickboksen. Ja. Cardio. En een beetje voetbal kijken natuurlijk. Voetbal kijken ook, zeker. Ja? Ja. Alleen gisteren heb je ook genoten, of niet? Gisteren wel. Ja, hè? Ja, gisteren heb ik... Zit ik op een voorsprong. En toen sprong ik al een gat in de lucht. En toen, op een gegeven moment scoorde Locadia 1-1. En op het laatste scoorde PSV nog 2-1. Ja. Twente nog 2-2. Ah, super. Ja, dat is geweldig. Wat vond je van Ajax? Ajax, ja, ik vond Ajax wel, ik vond ze wel goed, maar eventjes, ze vielen even weg naar die 1-1. Ja. Ik weet niet, een heel raar gevoel kreeg ik erbij. Net of dat ze, hoe moet ik het zeggen, in een gat vielen of zo. Heel onprofessioneel vond ik het. Ja. Echt, ik weet niet, net of dat ze nog nooit met elkaar gevoetbald hadden. Ja. Zo zag het eruit. Dus ze waren even de kluts kwijt en zo, maar daarna pakten ze zich wel goed. Goal van Sanchez. Belangrijk, hè, die Sanchez. Ja. Oh, wat een beest is dat, jongen. Niet normaal. Ja, dat is echt een beest. Ik hoop dat hij nog lang bij Ajax speelt, maar ik heb mijn twijfels. Ik denk dat hij snel weg is. Ja, zou kunnen. Ja. Heb je het nieuws gevolgd? Ja. Ja, wat vind je ervan? Ja, dat is top. Ja, toch? Ja, dat hoort toch. Ajax wordt toch gewoon een supportersant hebben nog. Ja. Dat is iets voor jezelf. En het is zonde wat er allemaal verbrand is en zo, weet je, toen. Mm-hmm. Dat hingen allemaal mooie dingen. Maar het was altijd gezellig ook. Ja, ik kwam er best vaak, toch? Ja, ik kwam daar heel vaak. Daardoor ging ik ook heel vaak naar Ajax, ook omdat die sfeer even te proeven voor de wedstrijd en zo. Maar nu is dat gewoon al, vind ik het minder. Mm-hmm. En vandaar dat ik ook niet zoveel ga. Weet je, normaal zat ik altijd in de sportershome en lekker gek doen en genieten met z'n allen. Dus nu weer een reden voor jou om weer vaker te gaan? Ja, ja, zeker weten. Dat heb ik ook gezegd tegen een paar jongens van F-Side. Dus helemaal goed. Top. Ja. Nog eventjes terugblikken op de klassieker, wat vond je daarvan? Ja, was top. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet gekeken heb. Wat? Ik heb hem teruggekeken. Maar ik moest voetballen zelf. Want ik moest, mijn club die moest het eerste moest voetballen. Normaal doe ik nooit mee met het eerste, maar ik zit in het tweede. Ja. Ik speel wel om 10 uur als ochtends, dus kan ik alle wedstrijden zien. Maar ze kwamen mannetje tekort en ze hebben de punten nodig, anders degraderen ze. Ja. Maar het heeft me echt wel pijn gedaan, hoor. Dat heeft me, normaal moet alles wijken daarvoor. Maar het is omdat dat ze de punten nodig hadden en ja, ik probeerde ze te helpen. Dat ging ook wel goed, we hadden niet hoeven te verliezen. We hebben nog verloren, ook verdomme. Maar ik werd wel bijgehouden door de mensen langs de kant. Dus ja. Die zei van, wij speelden om 2 uur al en eigenlijk om 2:30, maar dat was snel al. En die, het is 1-0. Weet je wel, en op het veld springen, oh geweldig. Mij maakt het helemaal niet meer zo vrij dat wij achter stonden. Nee, precies. Maar als Ajax maar scoorde. Nee, toen, maar later was het 2-0. Ja, geweldig. Ja. Maar ze speelden feitelijk wel van de mat af. Die hebben echt wel even een lesje gehad. Ja. Voetballes. Mooi. Ja. En zo hoort het ook, hè. Kijk, je kan wel met karaktervoetbal kan je ver komen en zo. Maar kijk, we gaan toch allemaal naar het stadion voor het mooie voetbal te zien, toch? Mm-hmm. Tenminste, ik wel. En ja, dat hebben ze even goed laten zien. Maar Ajax krijgt ook nog PSV uit, dat is ook nog moeilijk. Ja, hoef je niet te voetballen, hoop ik, of wel? Nee, hoop ik niet. Nee, dat doe ik niet meer. Maar dat is echt voor mij eventjes... Oh. Ja. Ik heb echt gebaald, hè. Ja, was echt klote, maar... Soms moet je ook dingen laten voor je eigen club te helpen, hè. Dus, dat zie je ook alweer. Ja, ja. Maar ja, ik heb goed betaald gekregen. Nice. Europees gezien, wat gaan we daar nog doen? Nou, ik vind wel dat Ajax het goed doet. En ik denk zeker tegen Schalke. Ik moet eerlijk bekennen, ik ken Schalke niet heel goed. Ik weet niet hoe ze spelen en zo, maar
het lijkt mij wel dat we een aanvallend voetbal willen spelen. Ja, en je moet, hè. Je moet, je moet winnen. Dus ik denk dat er wel ruimte komt voor Ajax om te voetballen. Mm-hmm. En als Ajax die ruimte krijgt, dan kunnen ze daar heel goed mee omgaan. Dus ik ben wel positief. Ik denk dat we gaan doorgaan. Je bent zelf natuurlijk buitenspeler geweest. Wat zou je, hoe zou je de voorste linie van Ajax voor je zien? Voorste linie? Ik zou zeker Kluivert wel op rechts hebben. Mm-hmm. Younes vind ik wel altijd dreigend. Je weet dat hij binnendoor gaat, maar het is toch altijd dreigend. Het is altijd dat hij twee man dekking heeft. Dus dan moet er eentje vrij staan dan ergens. Ja, dat is waar. Dus maar... Ja, Dolberg in de spits. En de rest heb ik nog te weinig van gezien om te zeggen van hij moet nu in de basis. Ja. Wel heel groot talent. Ik heb ook beelden gezien van hem in Brazilië. Wel een goede voetballer, maar... Nou, hij moet hier nog eventjes wennen natuurlijk. En, Maar goed, dan heb je Traoré nu erbuiten gelaten. Mm-hmm. Maar wat vind je van zijn laatste wedstrijden? Ja, kijk, Traoré is gekomen als voor de spitspositie bij Ajax. Ja, we betalen heel veel geld voor hem om te laten voetbal bij Ajax. Maar niemand had verwacht dat Dolberg het zo goed ging doen. Mm-hmm. Dus hij werd gewoon, hij moest spelen, Traoré. Dus hebben ze hem maar op de buitenkant gezet. Weet je wel, om geen verlies te leiden. Tuurlijk, het is een goede voetballer hoor, moet ik zeggen, maar hij heeft nu twee wedstrijden in de spitsen gespeeld, twee keer gescoord. Ja. Dat is zijn positie ook. Ja. Weet je, hij is niet een rechts of een links buiten. Nee. Dat is hij gewoon niet. En nu die wedstrijden die hij in de spits heeft gespeeld, die gescoord, dus dat doet hij goed. Dus dat is eigenlijk een beetje een luxe probleem. Ja, dan kan je genieten van zo'n jongen als Kluivert. Ja, Kluivert vind ik, zoals tegen AZ ook. Hoe die paar man voorbij gaat, daar geniet ik gewoon van. Daar komen wij voor naar het stadion, dat willen wij zien ook. Dat willen wij gewoon zien. We willen geen balletjes breed en weet je, dat willen wij helemaal niet zien. Wij willen actie en hij heeft dat, weet je wel, die gretigheid heeft hij. Hij heeft die bravoure heeft hij. Dus, ja, en hij is snel en hij kan schieten en voorzitter geven en acties maken. Dus top. Ja, top. Beter dan zijn vader. Ja. Zijn vader had een dodelijke aanname, dat is niet normaal. Ja, het zijn niet dezelfde soort spelers natuurlijk. Nee. Ja. Maar hoe ver gaan we komen? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat we deze ronde doorkomen, denk ik wel, tegen Schalke. Ja. Ja, maar daarna zien we wel wat ons, op ons pad komt. Maar ik ga er wel vanuit. Ik denk wel dat we doorgaan deze ronde. In de Europese wedstrijd. Ja. En volg je El Ghazi nog een beetje in Frankrijk? Ja, ik moet zeggen, ik hoor wel, niet dat ik echt wedstrijden kijk van de Franse competitie, maar ik heb natuurlijk wel nog contact met Anouar en mm-hmm. Ik lees in het nieuws dat hij goed bezig is natuurlijk. Hoe heeft hij het daar? Wat vertelt hij jou bijvoorbeeld? Ja, het is meer dat we het hebben over de wedstrijden, weet je, niet echt... hoe het privé met hem is of zo, of hij naar zijn zin heeft of wat dan ook, dat niet. Maar echt meer gebaseerd op het voetbal. Maar ja, dat is, weet je, ik vind het echt wel zonde dat hij weg is, man. Ik vind het ja, man. Ik zag echt. Het was jouw favoriet, hè? Ja, het was mijn favoriet. Ik dacht echt, maar toen hij bij Ajax, in het begin van het seizoen, was hij topscorer ook. Had hij 8 goals gemaakt. Ja. Hij was echt aan. Ja. Ik hou ook wel van zulke voetballers en ik vind het gewoon jammer dat hij weg is, maar ik hoop dat hij daar heel goed doet en wie weet, ik hoop die ooit nog terug, maar dat denk ik niet. Tip voor Kluivertje, ja. Ik hoop dat hij gewoon, gewoon zo blijft doorgaan zoals hij nu doet en niet dat hij gaat zweven, maar gewoon dat hij zo gretig blijft, hij is 17 jaar. Acties maken, onbevangen voetballen zoals die kan, dan komt het wel goed met hem. Gaan we het halen dat we kan? Ja, het kan natuurlijk nog wel, maar ik weet het niet. Ik hoop het wel, want anders ga ik gewoon het shirt van Duitsland kopen. Ik ga ook niet, België meer supporten, domme. Nee. Ik ga gewoon shit. Ik dan niks. Nee, iedereen doet dan. België, kom op België. Nee. Maar ik ga gewoon in mijn Duitse shirt ga ik staan.
Alsjeblieft. Welke fotootje van hebben. Ja, ja, natuurlijk. Als het zover is en Nederland gaat niet door, heb ik een Duits shirt af. 100%. Right. Dat geloof je niet. Nee. Ik wil het niet geloven. Ik wil niet geloven. Ik doe het. Ik doe het. Ik heb schijt. Ik heb mijn schijt aan. Ik doe wat ik zelf wil. Ja, dat weten we. Hebben we nog dingetjes? Ben je klaar met poepen? Veeg maar af. Ik heb de bank gepoept. Nee, joh. Nee, het is de oude hoer en de kleine. Nou, dat je Excelsior uit gelijk speelt. Als je weet dat fijne punten laat liggen dat je Excelsior uit dat je gelijk speelt. Dat kan dat niet. Ik ging dan vroeger, als ik daar moest tegen voetballen, ging, dan dacht ik van ging stappen. Kon ik van het sessie thuis en s'avonds wonnen we met 4-5-0. Ja. Het is anders, allemaal anders. Nee. Maar nee, daar kan ik wel heel slecht tegen. Dan ben ik ook echt boos op Ajax, ja. Weet je. Als ze dan weten van oké, wij hebben de punten laten liggen. Dan ga je naar Excelsior toe. En dan geef je niet, dan moet je toch alles opvreten daar. Dan moet je denken, we lopen in. Ja. Maar dan ben ik echt gewoon boos. Echt een vervloek ik zal maar. Ik vervloek daar heel Ajax. Alle spelers 1-1. Oh. Hè? Ja? Oh. Oh. Wat is er? Nino is gewoon in zijn haakje die auto uitvolgen. Nee, hij heeft zijn ondergrond. Oh, dat is die challenge. Ja. Hij is zo gek als het ding, joh. Ik zie het je. Hey. Laat hij zijn broek niet uit, die van de strijkelteam met die lange lul vallen. Oh. Oh, oh, oh. Oh mijn god, zei ze, ik kan ze binnenlopen.